Bewoners van de Schoolstraat zijn het zat. Ze willen dat de gemeente nu eindelijk eens optreedt tegen koffieshop Het Keldertje. Klaas van Twillert is een van die bewoners. Volgens hem gaat het niet zozeer om de koffieshop zelf, die al bijna 20 jaar in de Schoolstraat zit. Het is vooral de overlast van de gebruikers die de bewoners dwars zit. Veel overlast van geparkeerde auto's met de motor al draaiende. Want ze hoeven maar eventjes te kopen. We hebben achter een grasveldje op een gegeven moment. Daar gaat men natuurlijk ook, men wil wat men gekocht heeft zo snel mogelijk consumeren. Dus de buurt wordt daarvoor gebruikt. Volgens de bewoners blijkt uit de laatste cijfers dat er gemiddeld zo'n 150 tot 200 bezoekers per dag gebruik maken van Het Keldertje. De overlast is de laatste jaren dan ook flink toegenomen. Het officiële beleid van de gemeente Kampen is dat er geen koffieshop is. En daarom is het voor de politie heel moeilijk om op te treden. De bewoners hebben nu een officiële klacht ingediend bij zowel de politie als de gemeente. Ze willen dat er nu eindelijk eens een duidelijk drugsbeleid komt. Of je handhaaft een nuloptie, of je legaliseert een koffieshop. En je gaat de mogelijkheden onderzoeken op een gegeven moment waar je die laat vestigen. De laatste optie heeft onze voorkeur, omdat wij zien met 200 bezoekers per dag dat een nuloptie, en dat moet de gemeente Kampen ook beseffen, eigenlijk geen mogelijkheid is. De uitbater van Het Keldertje wil niet voor de camera reageren, maar laat wel weten dat hij de klachten van de bewoners serieus neemt. Er zal daarom een speciale portier worden aangesteld die moet voorkomen dat de gebruikers overlast veroorzaken in de buurt. De gemeente laat weten dat er net een rapport is afgerond over het drugsbeleid in Kampen. Na de verkiezingen zal de gemeenteraad daar verder over praten.